Ja hoor, op FIFA 19 maakte ik een keer een video waarin ik de Johan Cruijff Rebuild Challenge van Barcelona deed op mijn tweede kanaal Timo. En ik denk dat veel van jullie het nog niet gezien hebben, dus gaan we vandaag hetzelfde doen, maar dan op FIFA 20. Ik heb hier oprecht heel erg veel zin in, het concept is best wel simpel en heel erg leuk. Ik ga naar Barcelona toe, maak Johan Cruijff manager van Barcelona en ik ga Johan Cruijff volgens het Johan Cruijff Legacy bij Barcelona opnieuw namaken. Hoe gaan we dat doen? Het is heel simpel. Iedere speler moet op de transferlijst gaan staan. En de enige spelers die wij mogen kopen zijn Nederlandstalig. Later besluit namelijk ook om Belgische spelers te halen. Ja, die kunnen ook Nederlands spreken. Maar goed, we kopen dus alleen maar Nederlandse spelers. En ieder transferaanbieding van een buitenlandse speler moeten we accepteren. Messi, Suarez, Arthur, noem maar op, gaan allemaal weg. Dus met een volledig Nederlands elftal moeten we uiteindelijk bij Barcelona de Champions League en de La Liga proberen te winnen. We hebben natuurlijk wel een klein gelukje. Dat is dat Frenkie de Jong momenteel al bij Barcelona speelt. En ook Ludovic Reis kunnen we al gebruik van maken. Want hij is natuurlijk ook Nederlands en speelt ook bij Barcelona. Hier gaan we dan jongens. Het eerste wat we doen is letterlijk iedere speler die niet Nederlands is. Oftewel iedereen buiten Frenkie de Jong en Reis op de transferlijst zetten. Zodat ze allemaal verkocht kunnen worden. En we uiteindelijk fucking veel geld krijgen. Waarmee we letterlijk iedereen Nederlandse speler die we willen dan kunnen kopen. Het is ook best wel kut, want bijvoorbeeld Cillis heeft onlangs een transfer gemaakt. Promes, natuurlijk Matthijs de Ligt. Alleen bij Promes hebben we het geluk dat hij een afkoopsom heeft. Dat zal je later zien, dus die kunnen we wel halen. Maar voor de rest hebben zoveel spelers een onlangs een transfer gemaakt die we echt wel graag willen. Dat is wel gewoon jammer. Onze eerste aankoop wordt aanvaller Matthijs Depay. Matthijs Memphis Depay. Ja, hij moet natuurlijk gehaald worden. Een van Nederlands beste spelers. Daarna kiezen we op middenveld ervoor om Danny van de Beek te halen. Is ook hij binnen. En aangezien we toch 200 miljoen transferbudget ongeveer hebben in het eerste jaar, kopen we ook nog Steven Bergwijn. En hebben we al drie goede Nederlandstalige spelers binnen. Ons team ziet er dan nu zo uit. We hebben dus al 5 Nederlandstalige spelers in de basis staan. En moeten er nog minimaal 6 kopen om die volledige basis 11 in die eerste transferperiode te completen. Maar toen gebeurde dit. Ik had zoveel spelers al gekocht zoals je kan zien in beeld en toen hing mijn carrière vast. Ik meen het. Dus ik moest letterlijk alles opnieuw doen. Ik begon weer in begin juli. Dus ook alle transfers die ik gedaan had, moest ik allemaal opnieuw doen. Maar goed, weet je, voor jullie boeien het niet veel. Voor jullie gaat gewoon de video niet door. Zo is het dus opnieuw de transferperiode. Hebben we helaas iets minder transfers gedaan. Slaakt de carrière iedere week voor de zekerheid niet maar op. En hebben we wel fucking veel geld nu. De laatste uur van de transferperiode is aangebroken. En zoals je kan zien hebben we nog 345 miljoen euro. En besluit ik van dat geld gewoon nog heel veel spelers te kopen. Spelers als Virgil van Dijk natuurlijk. Maar ook heel veel talenten en spelers die we nog wel goed kunnen gebruiken. Zoals bijvoorbeeld hier Stefan de Vrij. Ik ben letterlijk zo lang bezig geweest met het zoeken naar spelers. Grote talenten te onderscheiden. Ik heb het allemaal gedaan via SoFIFA. Ik heb deels de spelers als Gravenberg, Sepp van den Berg, Kijana, Hoover gepakt. Maar ook spelers die nu al redelijk zijn en die nog een potentie hebben. Zoals Donjal Malen. Zoals Kopmijners bijvoorbeeld ook. Boadou, Stengs, 3 AZ-spelers. Ook Bizot trouwens, 4 AZ-spelers. En spelers die voor de komende jaren ook best wel goed kunnen zijn. Zoals je nu in beeld ziet, bijvoorbeeld Daley Blind. Of bijvoorbeeld Davy Klaassen. Ik weet niet of ik die dit jaar al koop. Maar toch, ik heb heel veel verschillende spelers moeten kopen. Zodat we uiteindelijk een volledig Nederlands elftal op de mat kunnen zetten. Die gaan voetballen voor Johan Cruijff. Yes, thank you very much. Uiteindelijk zijn dit alle spelers die we binnenhalen. Zoetbas, Mislukt, Depay, Van de Beek, Bergwijn, Van Dijk, De Vrij, Blind, Promes, Dumfries, Boadou, Iatare, Wijnaldum, Bizot, Hoever en nog eentje. Ik kan even niet meer lezen wie dat was. Zoals je hier kan zien zijn er ook veel transferaanbiedingen mislukt. Ik heb bijna alles geaccepteerd. Alleen sommige dagen voor yo, fuck off man. Fuck off. Dat gaan we even niet doen. Want dat vond ik een beetje, ja, sommige sloegen gewoon nergens op. Het was veel te weinig geld dat ze vroegen. Dus, fucking veel spelers gehaald. Ons team ziet er dan nu zo uit. Zoals je kan zien, een volledig Nederlands elftal op de bank zitten. Wel ook Ter Stegen en Umtiti. Omdat de onderhandelingen met Zoet waren vastgelopen. Dat is echt waar. Dus hebben we Zoet niet kunnen halen. Maar goed, daar buiten zit Ter Stegen en Umtiti nog gewoon op de bank. En voor de rest is alles Nederlands. En ja, volgende transferperiode gaan we meer verkopen. En gaan we meer nieuwe spelers erbij halen. We hebben echt heel veel spelers verkocht. Dat kan ik je nog wel even laten zien. Dan weet je tenminste precies wie er allemaal weg zijn gegaan.
gegaan. Dat zie je namelijk hier in beeld. Zoals je kan zien zijn er echt belachelijk veel spelers gekomen. Maar ook zijn er aan het begin van de transferperiode zoveel weggegaan. Piqué, Vidal, Rakitic, Ousmane Dembele, Jordi Alba. En daarvan hebben we dus al dat geld gekregen. En dan is het nu tijd voor een simulatie na 1 januari om te kijken hoe we doen in de La Liga met ons bijna volledige Nederlands elftal. En om te kijken of we door zijn in de Champions League. Ik moet wel erbij melden, nu hebben we nog altijd Messi, Ter Stegen en Suarez geloof ik. Dat betekent als je simuleert dat die dan wel automatisch in de basis komen. Dus het is nu een beetje een half Nederlands, half Barcelona elftal. Met natuurlijk Van Dijk die wel in de basis staat en ik geloof dat De Vrij misschien wel speelt. De Jong speelt natuurlijk, misschien speelt Donny van de Beek. Ja, in ieder geval half Nederlands, half Barcelona is het dus voor nu nog. Het is dan 1 januari en we zien op de ranglijst dat wij op plek 2 staan. We staan nog altijd binnen handbereik van Real Madrid. En ook Atletico Madrid kan ons nog inhalen. We doen het redelijk goed met maar 1 verliespartij en maar 1 gelijkspel. De Supercopa spelen we natuurlijk pas later dit jaar. En ook de Copa de España spelen we pas nu in de maand december. De bekermaand van Spanje. De Champions League zijn we door. We spelen tegen Atalanta in de 8e finale. We werden eerst in de pool met 2 gelijke spelen en 4 overwinningen. We doen het er nu door hartstikke goed. We kunnen niet heel veel meer ervan zeggen. We doen nu even een trainingje erbij smijten. Want ja, waarom ook niet. En ja, ik kan er niet veel meer van maken. We gaan gewoon doorsimuleren totdat ons team goed genoeg is. Om dan wel de eerste te komen te staan in de competitie. Want dat lijkt er nu nog niet echt op. Ik denk dat Real Madrid nog altijd wel een klein beetje te groot is voor dit half Nederlandse team. En natuurlijk ga ik wel weer alle aanbiedingen die ik krijg, zoals je hier kan zien, zo bijna allemaal accepteren. Zodat we op het einde van de maand januari weer heel veel geld hebben en weer een aantal nieuwe spelers kunnen kopen. Het is een transfer deadline day. We hebben bijna 100 miljoen en transferbudget. En we krijgen nog wel een paar kleine transferaanbiedingen. Maar heel veel spelers willen uiteindelijk zelf niet weg. Bijvoorbeeld Suarez, we accepteren het. Maar hij zegt zelf uiteindelijk toch de hele tijd, nee, ik wil niet. Want ik wil niet weg bij Barcelona. Dus ja, dat soort dingen krijg je nou eenmaal. Vandaar dat we niet heel veel spelers kunnen kopen. Maar toch halen we er een aantal. Zoals je kunt zien halen we Koopmeiners en Woutje Weghorst binnen. En oh ja, Stengs en Malen. Todibo verkopen we. En Umtiti verkopen we. Zijn afkoopsom weer betaald. Dus dat zijn de grootste transfers. En eigenlijk ook de enige transfers die we hebben kunnen doen in de januari transferperiode. Daardoor ziet ons team er nu wel anders uit. En gaan we met het aankomende team spelen. Dit is namelijk een elftal waar we mee gaan spelen. Volledig Nederlands. En we maken steeds meer kans om ook beter te worden. Maar we hebben ook veel jonge spelers, hè. En dat is dus het ding waarom dit kan met het Nederlandse team de Champions League winnen. Omdat heel veel Nederlandse spelers zo'n hoge potentie hebben. Dan hebben we het over Van Dijk, De Jong, De Ligt. Boadu heeft 88 potentie op carrière. Want Yatar heeft hoge potentie. Gravenberg, Malen. Je hebt zoveel spelers die uiteindelijk voor jou de Champions League kunnen winnen. Dus het is gewoon oprecht mogelijk. En dan is het weer tijd voor de volgende simulatie. Waarin we de Champions League en de beker en de competitie allemaal gaan simuleren. En in deze periode wil ik je invragen. Wil jij heel misschien abonneren op Twinity? We hebben bijna 102.000 abonnees. Zou ik nog graag willen halen. En een belangrijk heb je ook doen. En ik zou het oprecht leuk vinden als je Karemat video's leuk vindt. Om dan ook op mijn tweede kanaal Timo te abonneren. Daar upload ik iedere dag 1 tot 2 Karemat video's op. Heb ik enorm veel plezier in. En ik zou het ook leuk vinden als jullie daarop zouden abonneren. We hebben al meer dan 12.000 abonnees op dat kanaal. En ik vind het oprecht heel leuk om te doen. En daar zijn we dan. Het is einde van het jaar geworden. We zijn op plek 3 geëindigd in de competitie. Oh my god. Wel 98 punten. Dus we hebben het heel goed gedaan. 2 gelijke spelen. 4 nederlagen. De Supercopa verloren we ook tegen Real Madrid in halve finale. De Copa de España. Daarin zijn we wel ver gekomen. We verloren alleen in de finale op basis van penalties tegen Valencia. De Champions League daarnaast hebben we ook niet gewonnen. Dan zijn we uitgeschakeld in de kwartfinale tegen Tottenham Hotspurs. Ook dat is dus niet heel goed gegaan. En overal gezien hebben we echt een kutseizoen gedraaid. Dan mogen we blij zijn dat we nog niet ontslagen zijn. Zoals je kan zien is onze volledige basiself op interlandperiode allemaal natuurlijk naar het Nederlands elftal. En kan ook alvast laten zien dat er wel heel veel spelers gewoon wel pittig veel beter zijn geworden. Zoals Kiziana Hoever, Ludovic Reis en ook natuurlijk Frenkie de Jong. Zijn allemaal beter geworden. Dus uiteindelijk wordt het team wel beter. En waarschijnlijk ook goed genoeg om dan toch die La Liga te winnen. Dan kan een nieuw seizoen weer aan beginnen. En beginnen we dit seizoen met een transferbudget van 310 miljoen euro. En daarvan moeten we toch wel heel veel nieuwe spelers kunnen halen, zou je zeggen. Nou, er zijn er nog maar een aantal. Natuurlijk Matthijs de Ligt kunnen we dit jaar halen. Jasper Cillessen kunnen we dit jaar halen. Maar heel veel meer versterkingen zijn er oprecht niet. En dus doen we ook gewoon wat je verwacht dat we doen. We halen de Ligt binnen. We hebben Cillessen al binnengehaald als je dit ziet. We halen nog andere spelers binnen die ook wel goed genoeg zijn. En daarmee hebben we vervolgens onze basis 11
completed. Ons fundament is daarmee eindelijk compleet. En ja, heel veel meer kan ik momenteel niet doen. We hadden nog een aantal talenten. Nathan Aken wilden we kopen, maar die speelt bij Ajax momenteel. Dus hadden we spelers Justin Kluivert wel nog binnen. Davy Klaassen inderdaad. En heel veel meer spelers kan ik oprecht niet meer kopen nu. Ons team ziet er momenteel al heel erg goed uit van Drongelen. De Ligt en Kluivert zijn eigenlijk de enige drie aankopen die we hebben gedaan. Oh ja, trouwens, we hebben ook Jeroen Zoet gehaald. Geloof ik, dat is ook nog een aankoop die we hebben gedaan. Als ik het goed heb, ben ik even... Weet ik even helemaal niet zeker trouwens. Toen kreeg ik opeens dit bericht. De afkoopsom van Frenkie de Jong was betaald. Ik wist niet dat hij die had. Dus ga ik meteen naar mijn contractscherm toe. En ervoor zorgen dat Frenkie niet weg kan. Door zijn contract te verlengen. En hem een nieuwe afkoopsom aan te bieden. Want het zou natuurlijk echt fucked up zijn. Als mijn allerbeste speler qua potentie weggaat. Frenkie de Jong. Dus krijgt hij een nieuw contract. En blijft hij bij de club. Het is nu het einde van de transferperiode. Alle spelers die we wilden halen zijn binnen. Ik heb nog Rick van Drongelen gekocht. Nog een aantal andere talenten. Cody Gakpo. Nu staat ook Klaas in het team inderdaad erbij. En dit is dan ons elftal. Want ook Cillessen is erbij gekomen. Een ziek elftal, maar er moeten nog wel wat spelers omhoog gaan. En dat kan ook wel door gewoon veel te trainen, veel te spelen. Worden de spelers met de hoge potentie vanzelf wel hoger. Dit team gaat de potentie krijgen om de Champions League uiteindelijk te winnen, jongens. Op dit moment in de carrière ben ik volledig vergeten om te laten zien wie er nou eigenlijk allemaal verkocht zijn. Dat waren niet heel veel spelers. Nou ja, het waren er best wel wat. Dat je hebt gezien wat we allemaal voor konden terughalen. Maar niet heel veel spelers zijn verkocht. Dat viel op zich nog wel tegen eigenlijk. Maar nog altijd... Er zijn wel spelers verkocht. En dan is het wel 1 januari van het tweede jaar. En we staan natuurlijk weer in de Super de Copa. En in de Copa de España die nog gespeeld moet worden. Ik weet niet waarom ik dat eigenlijk altijd laat zien. We zijn door in de Champions League. We spelen bij de laatste 16 tegen Dortmund. Eerst in de pool. 1 pot gelijk gespeeld. En 5 gewonnen tegen Tottenham. Derde in de competitie. Alweer derde in de competitie, jongens. We staan dus op 46 punten. Best wel kansloos achter Real en Atletico. Jammer dat het weer gebeurt. En dus zijn we eigenlijk, naar mijn gevoel, ja, een klein beetje kansloos. We hebben 446 miljoen transferbudget. We hebben eigenlijk bijna iedere speler momenteel al gekocht die we maar kunnen kopen. En dus is het wachten tot onze spelers beter worden naar een volledige potentie. En besluit ik dadelijk, nu nog niet, maar later in de carrière dan toch ook maar Belgische spelers te kopen. Want een Hazardje, een Courtoisje, die kunnen we het team nog wel beter maken. Nederlandstalige spelers, jongens. Dus ze kunnen misschien wel een woordje Nederlands praten. Had ik net zo goed ook Asensio en Ziyech kunnen halen. Maar ja, maakt niet uit. En dan is het al bijna laatste uur van de transferperiode. Dus je kon net in beeld zien, we hebben enorm veel spelers voor doorverkocht. Een stuk of, ja, 4. Longley was de beste van die 4. En Suarez trouwens ook, die doorverkocht zijn. Ansu Fati is erna doorverkocht. We hebben niemand echt gekocht. Maar het is omdat ik gewoon niemand weet om te kopen momenteel. En dat is gewoon fucked up. Want we hebben zoveel geld, maar ik kan er niks mee doen. Of ja, ik kan er wel spelers mee kopen, maar die maken mijn elftal dan niet bepaald beter. 578 miljoen euro uit momenteel. En ik besluit dan toch te kijken bij mijn concurrenten om daar even een aantal spelers weg te halen. Ik dacht, ja, ik ga voor Eden Hazard. Ik bied 110 miljoen, hij is 86 miljoen waard. En Zidane loopt bos weg. Dus we kunnen Hazard niet halen. We zijn echt fucked up. We hebben een foutje gemaakt. Maar toch haal ik wel Thibaut Courtois. En het leuke aan Real Madrid is, dat heb ik helemaal niet verteld. Ze hebben maar 2 keepers. Courtois en een kutkeeper. Dus dat betekent als ze Courtois kopen, dat ze alleen maar een kutkeeper hebben. En dat betekent dus eigenlijk dat we Real Madrid een soort van uitschakelen voor de titelstrijd. En het tussen ons en Atletico Madrid zal gaan. Oh ja, en daarnaast besluit ik om Real Madrid een beetje te verzwakken. Een klein beetje te cheaten. En dan toch ook maar Varane bij de ploeg te halen. En op dit moment mag ik voor wow, hoe grappig zou het zijn als we nou letterlijk alle keepers van Real zouden kopen. Dus daar gaan we mee aan de slag. Maar ook hierbij maak ik een foutje. Ik bied 9 miljoen voor deze keeper. Ik dacht dat is hij vast wel waard. En Zidane op bos weg. Dus dat gaat helaas niet lukken. Wel had ik die andere keeper van Real binnen. Dus hebben ze nog maar 1 keeper. En ja, een beetje lullig. Maar weet je, we moeten toch iets doen om de competitie te winnen, jongens. Daar blijft het dan bij. En dus hebben we heel veel nieuwe aankopen weer gedaan. Courtois, Varane en die andere keeper van Real Madrid. En daarmee zijn dat de enige aankopen die we hebben gedaan. Kan Courtois op doel gaan komen in plaats van Jasper Cillessen? Is ons team weer een beetje beter. Maar misschien nog wel belangrijker. Real Madrid is slechter. We gaan nu nog een keer simuleren naar het einde van het tweede jaar. In totaal trouwens doen we 3 jaar om te kijken
hoe we voor het tweede jaar, het voorlaatste jaar, ervoor staan. Oké, in de competitie zijn we toch weer tweede geworden. Atletico Madrid wel eerst met 107 punten. Real verliest heel veel, omdat ze waarschijnlijk geen keeper hebben. En dus worden ze derde. De Supercopa winnen we, dus dat is de eerste trofee die we pakken. De Copa de España verliezen we tegen Atletico Madrid in de finale. En dan de Champions League, winnen we die wel? Nou, we zijn door aan de laatste 16 tegen Dortmund. We winnen de laatste, of de kwartfinale tegen Atletico. We winnen de halve finale tegen City. En we winnen de finale van de Champions League tegen Liverpool. Dus hebben we de Champions League en de Supercopa gewonnen. En moeten we volgend seizoen alleen nog maar de La Liga winnen met ons Eredivisie teampje. Waarbij je ook dit seizoen weer kan zien dat er heel veel spelers weer een stukje beter zijn geworden. En dat we 10 keepers hebben ondertussen, dat doet er niet toe. Frenkie de Jong is al 92, Gravenberg wordt snel beter, Hoever, Boadu, Malen. Heel veel spelers worden steeds maar beter en beter en beter. En zo gaat het allerlaatste jaar van start. Dan hebben we een transferbudget van 538 miljoen euro. En kan ik er niet heel veel van kopen nogmaals, want de beste spelers spelen allemaal al bij ons. Ja, ik kan wel een Bas Dost of een Luc de Jong halen. Maar jongens, laten we even eerlijk zijn. Daar wordt echt niemand blij van. En ik ga heus niet de beste keeper bij City ook wegkopen. Dat we meer kans maken om tegen City te winnen, hoor. Echt niet. Oh, misschien toch wel. Maar ja, en misschien haal ik Neto ook terug. Want Neto speelt blijkbaar bij Real. Dan hebben we misschien 10 keepers. Misschien. Hey, ik ben ook wel een beetje klaar mee dat City, of dat Real en Atletico steeds iets beter zijn. Terwijl ze dat helemaal niet zijn. Daarnaast maken we trouwens ook een foutje. Ik wil Hazard kopen. Omdat we hebben afgesproken wel Belgische spelers te mogen halen. Maar ik wacht te lang met de contractonderhandelingen. En dus gaat de transfer van Hazard in duigen. En kunnen we hem helaas niet kopen. Ja, wel halen we een aantal andere spelers binnen. Voornamelijk keepers. Ja, bij Atletico Madrid kon ik trouwens niet alle keepers weghalen. Veel keepers hadden nog maar een niet zo'n lang contract. Dus ja, dat lukte niet. Ja, ik ging het gewoon niet doen. Maar we hebben wel veel keepers gekocht, dat kan je wel zien. In totaal hebben we nu 9 keepers. 9 keepers. Oh, Timo, wat ben je aan het doen? En met ons halve keepers team gaan we naar het laatste jaar na 1 januari toesimuleren. Dan zijn we dan 1 januari in het laatste jaar. We spelen weer in de Supercopa tegen Real. As always, Betis is daar nu ook een nieuwe tegenstander. En in de La Liga staan wij op plek 2. Maar we staan maar 1 punt onder Atletico Madrid. Dus nog alles om te spelen. En Real Madrid staat 17e. 15 wedstrijden verloren en maar 9 punten gehaald in het hele seizoen. Oh, sorry Real Madrid fans. Maar ik moest dit doen. In de Champions League zijn we door. We spelen in de 8e finale tegen AC Milan. Eerst in de pool tegen Inter en Porto. De Supercup winnen we ook. En dus zijn we tot nu toe nog altijd enorm goed onderweg. We moeten alleen nog maar die paar puntjes inhalen op basis van Atletico Madrid. En dan is de challenge voltooid. Het is dan weer de transfer deadline day. Real Madrid besluit een nieuwe keeper te halen. Donnarumma. En wij hebben eigenlijk niet heel erg veel gedaan. We hebben niemand verkocht en niemand echt gekocht. Ja, trouwens, wacht even. We gaan nog wel voor 1 speler. Die moeten we wel nog even halen. Oh ja, we halen trouwens ook nog een paar keepers van Atletico Madrid. Ja. Oeps. Maar die speler die ik serieus nog wilde halen is Eden Hazard. En hij is onze laatste topaankoop van deze carrière mode. En met hem moeten we de La Liga winnen en de Champions League. Misschien back-to-back pakken. Zou wel leuk zijn. We gaan het zien in de laatste simulatie van deze aflevering. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Twinity. En check vooral mijn tweede kanaal Timo. Binnen 3, 2, 1 zijn we op het einde van het jaar. Boom, let's go! We zijn eerste van de La Liga. Wauwie, wat was dit moeilijk, joh. Zonder al die keepers hadden we het nooit gedaan. Real Madrid stond ondertussen 7e. We winnen ook de Supercopa. De Copa de España winnen we ook. De Supercup winnen we ook. En als we de Champions League winnen, hebben we 5 trofeeën gepakt. En ook de Champions League winnen we tegen Manchester City. Dus hebben we iedere cup gepakt die we maar kunnen pakken. Nou ja, natuurlijk, ik kan zeggen, maar Timo, je hebt al die keepers gekocht als vals spelen. Maar ook zonder al die keepers gekocht te hebben. Kijk, ik bedoel, een keeper is maar 1 positie op het veld. Natuurlijk snap ik dat ik daardoor misschien de La Liga heb gewonnen. Maar de Champions League 2 keer achter elkaar winnen. Met een team dat ongeveer 80% Nederlands is. De basis daarvan is heel knap. Dus de Johan Cruijff Caremo Challenge. Het Johan Cruijff Legacy bij Barcelona opnieuw te leven brengen. Ja, het werkt nog altijd. Ook op FIFA 20 werkt het nog altijd. Kijk even wat voor rating sommige spelers ondertussen al hebben gekregen. Frenkie de Jong, zie je nu in beeld, heeft een rating van 95. Het werkt nog altijd, jongens. Probeer het maar. Je kan met een Nederlands elftal de
Champions League makkelijk winnen. En ook de La Liga en ook de Super Cup. Alles is mogelijk. Dit is ons team momenteel. Hopelijk vond jij dit een leuke video. Heb jij een blauw duimpje omhoog gedaan? Ga abonneren op het kanaal Timo en op Twinity. En zie ik jou bij de volgende video weer terug. Jongens, de ballen, laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. En joejoe.